En inderdaad, zoals gezegd, Sharon Stelhaart, goedemorgen. School en opvoeding. We gaan uh, beginnen met uh, online seksueel misbruik. Ja. Uh, ja, daar moet je natuurlijk op een gegeven moment over kunnen praten met, uh, met je pubers. We mogen aannemen dat kinderen jonger dan wanneer ze puber zijn, daar nog niet mee in aanraking komen. Überhaupt dat mensen daarmee in aanraking komen trouwens. Maar dat is in deze tijd bijna ja. Nou, het gebeurt op hier, ik, het, het gebeurt. En daarom is het wel belangrijk om te weten... nou ja, sowieso uh, dat dit kan gebeuren. En met dit bedoel ik dan bijvoorbeeld dat uh, nou ja, kinderen worden gedreigd... dat bijvoorbeeld naaktfoto's die ooit eens een keer in vertrouwen zijn gestuurd... dat die uh, online worden gepubliceerd... of dat je kinderen daarmee worden gechanteerd. Uh -huh. uh, en ook dat uh, je ja, eigenlijk leert daarover te praten... zodat stel dat zo'n situatie zich voordoet... dat je kinderen naar je toe durven te komen... en dat ze dit bespreekbaar durven te maken. Want ja, er is gewoon niks. Zo vervelend als dat dit aan de hand is met jouw kind. En ze durven nergens naartoe met dit verhaal. Omdat, ja, je kan je voorstellen dat dat dan natuurlijk met allerlei schaamtegevoelens uh, gepaard gaat. Ja, en als ze jonger zijn, dan, dan vaak. Uh, vinden ze het nog moeilijker om erover ja. te praten? Soms kunnen ze ook niet praten. Getuigen die rechtszaak die van de week begonnen is. Ja. Over die, die oppaste mevrouw die een oppas was. En oh, dat haar man thuis heeft ja, ja, meegekregen. Ja, ja, nee, dat is echt een. Het oh, gaat dan over de rilling kinderen rilling die niet kunnen praten, nee, maar wel beschadigd raken. Dat is, dat, ja, dat is inderdaad weer een, uh, een ander uh, type wat natuurlijk ja. ook kan gebeuren. Maar dan heb je het echt over. Ja, dat dan krijg ik gewoon de koude rillingen ja, van. Dat zijn van hele jonge kinderen. Gedragingen. Ja, absoluut. Maar goed, je puber die komt bij jou en die zegt. Ik zit toch ergens mee, of misschien dat jij het signaleert. Dat is het denk ik eerder. Want vaak gaat het helaas niet, niet zo, was het maar zo. Ja. Uh, je merkt het vaak in gedrag hè? dat uh, kinderen ineens zich anders gaan gedragen, misschien meer terug gaan trekken. Het kan ook zijn dat ze uh, nou ja, nog een stuk uh, zeg maar prikkelbaarder zijn dan anders. Nou ja, soms denken ouders dan nou, dat is de puberteit of hè, dat zal er wel bij horen. Het is natuurlijk niet fijn, maar nou ja, allah. Uh, maar toch, als je merkt dat er een, een, ja, toch een hele rare gedragsverandering plaatsvindt ineens. Uh, dan is het wel handig uh, om dit misschien ook eens te toetsen. Van, hey, uh, is er misschien op dat vlak iets aan de hand? En... Ja, hoe pak je dat aan? Want het is nogal ja. een ding om aan te snijden. Nou ja, precies. Maar door, door er toch wel gewoon rechtstreeks naar te vragen. Van, uh, is er misschien iets aan de hand met foto's? Heb je misschien een keer uh, uh, foto's van jezelf verstuurd waar je nu spijt van hebt? Of waar je in een nare situatie terecht bent gekomen? En waarom zeg ik dit? Omdat het gewoon heel veel gebeurt. Ja. Ja, er uh, is niet... dus weer een nieuwe campagne gestart ja, he? om het exact. tegen te gaan en te herkennen. Ja, en ook als ouders te, uh, te herkennen. Ja, precies. En de, de, de discussie erover te openen. Ja. Maar ja, zullen ze de pubers zullen ze het achterste van hun tong laten zien? Want nou, zullen vaak ze zullen zich waarschijnlijk ook instantie. in schamen. Ja, nou denk maar terug aan je eigen puberteit. Ik bedoel, ja. vaak uh, denk terug aan dat kind wat je toen was. En uh, hoe spannend en hoe... Nou ja, ik vond eigenlijk alles al schaamtevol toen ik jong ja. was. durfde nagenoeg helemaal niks te vertellen. Ook al had ik hele leuke ouders, by the way. Uh, maar dat kun je je voorstellen dat het voor je eigen pubers ook zo is. En helemaal met dit soort onderwerpen. Uh, de dreiging dat iemand zeg maar, jouw privébeelden uh, openbaar maakt, is zo gigantisch. En zeker als je zo jong bent. Uh, dus uh, ja, mocht je iets merken aan je zoon of dochter, ja, durf ernaar te vragen. Geen ook niet één keertje, maar soms wel meerdere keren. Dat is ook wel keren. lastig natuurlijk. Hè? Want als je, stel dat het niet, ja, hoe, hoe herken je dat nou? Misschien ja. is soms iets in een totale onschuld gebeurd. Of met, met een ex-vriendje, wat ja. toen natuurlijk gewoon een vriendje was, exact. en daar is iets mee gefotografeerd. Ja. ja, moeilijk. En dan moeten ze gaan bekennen van ja, ik, ik heb iets doms Precies. gedaan. Nou, ja. als puur iets niet willen, is dat ze dat willen aangeven. Dat klopt. ja. ja. Maar ja, um, oké. Okay. Dan zitten we in de, de eerste stap, misschien de, 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 het voorstadium ervan: ja. van, is er iets met je aan de hand? Ja. Maar wat als dat er dan uitkomt? Wat ga je dan verder doen? Hoe ga je dat aanpakken? Nou, dat is wel goed, maar ik denk vooral steun bieden. Van, hè, dat, uh, uh, niet boos worden, dat heeft helemaal geen zin. En vaak uh, is je kind al boos op zichzelf geweest genoeg. Uh, dus dan is het denk ik vooral ook kijken van wat kunnen we in, in deze instantie doen. En dat is dan denk ik wel uh, hulp zoeken en misschien er toch een zaak van maken. Want uh, dit soort mensen rekenen daar niet op. Hè? Zeg maar de mensen die aan de andere kant van de lijn zitten en die uh, nou je ja, dreigen of iets dergelijks, die rekenen daar vaak niet op. Want mm -hmm. zodra uh, dat pressiemiddel wegvalt, dan hebben ze niks meer in handen. Dus vaak zijn ze ook helemaal niet van plan om die beelden online te zetten, want dan valt het machtsmiddel ook weg. Uh, en vaak is het ook zo dat degene bij wie het gebeurt ook niet de enige is. He, dus om te kijken, van, kun je daar uh, ja, mee naar de politie stappen? Ja, ja uh, altijd aangifte doen? Dat zou ik wel doen. En je merkt dat mensen daar toch terughoudend in zijn, maar ik zou het wel doen. Ja, het is uh, geen goed nieuws dat we nu gaan brengen, denk ik. Uh, ook niet helemaal uh, als een verrassing komt het. Uh, scholen die bereiden de ouders voor op een nog groter lerarentekort ja. en. Ik bedoel, mensen die uh, dit uh, vast luisteren, in jouw rubriek, die weten nu dat het lerarentekort tekort al heel groot is. Klopt. En het wordt alleen maar groter. Het grootste van het hele land. Dus dat is natuurlijk helemaal niet best. Nee. Uh, nee. Terwijl dat juist eigenlijk het hardst nodig is. Een jonge stad met veel jonge mensen, zeker. dus veel scholieren. Zeker. Ja, ja, en dat uh, is problematisch. Dat is zeker problematisch. En er zijn nu ook scholen die uh, proberen ook ouders daarover te informeren. En die ook, zeg maar, richting de media treden van uh, beste ouders, uh, wees voorbereid. Want uh, het is nu uh, slecht, maar houd rekening met nog grotere klassen. Uh, meer onbevoegde of lerenden voor de klas mm -hmm. uh, dan dat er nu al aan de hand is. Omdat, ja, zij staan op een gegeven moment ook met de rug tegen de muur. Ook de uh, intrede van de onderwijsassistent zien we ook steeds vaker. Exact, ja, precies. Dus dat je allerlei uh, variaties nu ziet. Je eh, ziet veel uh, mbo'ers die soms dan nog de associateopleiding van twee jaar erbij doen. Uh, je ziet uh, mbo'ers die naast een, een leerkracht staan, wat natuurlijk prima is. Maar wat je ook wel op sommige scholen ziet... mensen die zich oriënteren op het vak... die nog helemaal niet pedagogisch of didactisch bevoegd zijn. Dus dat zijn allemaal wel dingen waar je soms als ouders toch wel even van moet slikken. De schoolbesturen natuurlijk zelf ook. Hè. De, ja. Die, die uh, ja, zijn natuurlijk ook het liefst voor... Volledig bevoegde hbo-leerkrachten uh, voor de klas. Maar zo, ja, zo is de arbeidsmarkt op dit moment gewoon ja. helemaal niet. Het is wel een beetje lange natuurlijk. Dit, dit signaleren ja. we al een tijdje. We ja. weten ook dat het er aankomt. En er zijn van allerlei plannen opgezet, voor ja. zij instromers, terug instromers, ja. later instromers. Ik, ik heb niet het idee dat daar echt heel veel uitkomt. Nog niet voldoende. Nee. Er, er gebeurt wel, inderdaad, er gebeuren verschillende dingen. Uh, proberen uh, gesprekken te voeren met de zittende leerkrachten. Hoe zit je in je werk? Heb je het nog naar je zin? Uh, wat kunnen we doen om het uh, ja, je meer naar je zin te maken? Maar, maar horen wij ja. algemeen dat mensen meer kiezen weer voor het lerarenvak? Nou, dat, niet dat vind echt. ik dus niet. niet nee. echt. Wat je wel hoort, en dat is er natuurlijk wel, ja, daar kun je wel veel van vinden, is dat uh, uitzendbureaus, zeg maar mensen met een vaste aanstelling binnen het onderwijs naar zich toe lokken. Dus van kom bij ons, krijg je een leaseauto, hoger salaris. Uh, en dan ja, huren nou ja. ze ze voor een uh, hoger bedrag uit naar de scholen waar ze eerder een vast contract hadden. Ja, ja en je kunt het En even... die mensen doen dat. Die mensen doen, dat kun je vanuit het individuele perspectief natuurlijk wel begrijpen, hè? Van, het kan heel aantrekkelijk zijn, zeker als je zelf ook uh, je leven verder richting wil geven en daar uh, en natuurlijk de inflatie uh, in ja. de laatste plaats. Maar voor kinderen betekent het wel vaak dat vaste gezichten voor de klas uh, verdwijnen, dat ook de binding in zo'n team minder wordt, dat je minder kan rekenen op je vaste collega en dat dat op uh, uh, weer als gevolg heeft dat mensen het vak minder Leuk vinden omdat ze niet meer kunnen vertrouwen zeg maar, op hun vaste, veilige haven. die dan toch wordt gevormd door zo'n schoolteam. Hè? Dat je weet van nou, ja. wij doen het samen. Dit zijn mijn collega's. Zie je ook ja. in de zorg. Ik hoor het ook bij mijn kinderen hoor. Ze hebben drie leraren. De ja. vierde komt er nu aan ja. in het schooljaar ook. Heel veel wisselingen. Ja. En er is natuurlijk ook altijd. ja, ik vind die leuker dan die ja. leuker. Dus ja. Dan weet je ook dat op sommige dagen. doe je minder je best dan, ja. dan op andere dagen. Ja. Dat ja, heeft dus ook nog een Ik vind het op dit moment echt een crime. We hebben het ook op de zwemles: ja. dat de uh, zwemdocenten weg zijn gegaan en dat groepjes komen te vervallen, groepjes bij elkaar moeten. Dat je ook denkt van hoe, hoe gaat die zwemles, hoe gaat het op school, ja. hoe gaat het in de kinderopvang. Ja, dat valt er wel eens in een uit ook. Ja, ik ja. vind het echt. Uh, maar ja, waar ja. gaat het heen? Ik bedoel, komt de verbetering aan? Zit er iets? Ja, nou, ik denk toch dat het onderwijs ook moet nadenken over hoe kunnen we nou fundamenteeler uh, zeg maar veranderen, zodat we dit beter kunnen opvangen, want dit is voorlopig nog niet klaar. En uh, ja, gewoon hoe, hoe, hoe het er nu voor staat, zie ik het ook niet heel snel veranderen. Dus hoe kun je nou ook uh, je onderwijs innoveren dat het ook gewoon anders kan? Want uh, ja, alles proberen op te lossen binnen dit vierkant, uh, ja, niet goed inspelen ja. op die veranderingen. Maar die dat... veranderingen zie ik voorlopig ook nog niet aankomen. Ik ook niet. Nee. Dus dan zitten we eigenlijk in een soort van neerwaartse spiraal. die sneller naar beneden toe gaat dan dat. Nou, we en dat is dan de denken. ene kant waarvan je kunt zeggen. Nou, crisis biedt vaak ook kansen. Soms moet het erg worden. voordat er echt zeg maar, een noodzaak tot veranderen ontstaat. En misschien is dat nu wel heel nabij. Want zolang het nog een beetje te, te redden is. dan blijft het vaak bij het oude. Maar hm. ja, als het op een gegeven moment echt niet meer gaat. ja, dan zul je wel moeten. Ja. En wanneer zal dat punt zijn? Ja, ik denk best wel snel. In ieder geval in sommige steden sneller dan op andere plekken. Ja. Nood is hoog, dus. Goed, euh, laten we hopen dat de tijd nog gaat keren. Dat er in één keer een konijn uit de hoge hoed komt. Zeg, dit is de oplossing. Dat ja, zou fijn zijn. Stuur het zijn. konijnen van Almere als je wil. Ja. Ja, er zullen gewoon op een gegeven moment steeds meer onbevoegden voor de klas gaan staan. Natuurlijk puur uit. Uh, ja, maar willen ouders dat ook? ja ze ja, zitten keus? dan wel op school ja, ja je nee. hebt geen keus maar nee. wil je als ouder dat dan want ergens gaat dat dan op een gegeven moment ook in de, in de prestaties gaat dat terugkomen weet je niet hè? ik bedoel er zijn ook leraren met bijvoorbeeld dat weet ik nog zelf toen ik op school zat sommige leraren werden zo ontzettend gepest je kreeg er amper les van maar die waren wel bevoegd en er was ook wel eens een vrijwilliger waar iedereen respect voor had. En, 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 ja, en, ja, en aan hun lippen gingen. Je moet niet bevoegd, maar uh, wel, wel bekwaam, zeg maar. precies En daar ja. ben je dan ja. op zoek. Natuurlijk wil ja. je die hebben. Ja. Ja, da da daar zijn nu denk ik ook vooral de ogen op gericht... om die dan vooral aan het onderwijs te geven. Ja, maar dat blijft pas uit in de praktijk natuurlijk. Je kan ja. natuurlijk een heel goed gesprek met iemand ja. hebben als schooldirecteur. Van nou, gaat het maar proberen. Ja. Maar, uh, maar, maar ja, dan met... in combinatie met bijvoorbeeld op vrijdag in deeltijd naar school. Hè, mm -hmm. Dus dat je dan en uh, zeg maar van je bekwaamheid ook een bevoegdheid maakt. Dat soort oplossingen, daar moet je wel nu heel erg... En salarissen verhogen, is dat dan de mogelijkheid ja. om, om inderdaad dat vak een, nog aantrekkelijker te maken. In ieder geval een ja. uh, mogelijkheid. Maar het is ook in niet alleen veel, geld. Nee, nee precies, het is niet alleen geld. Want heel Imago veel structuren hebben nu precies. best wel veel geld ja. ook. Uh, ja, maar de druk en de administratie en ja. alles wat ze erbij moeten doen. En ik denk zo, dat daar dat... heel veel zit. ik denk dat daar heel veel zit.